Goedemiddag allemaal, namens Soetspreekprogramma en Vox. Bij dit actualiteitscollege over Griekenland en over een mogelijke Grexit. Ik heb even in ons archief gekeken. Dit is de afgelopen 5 jaar de 4e keer dat we aandacht besteden aan Griekenland. Natuurlijk houden we ontzettend van Griekenland. U ziet mijn bruine armen, die komen uit Griekenland. Maar het is ook natuurlijk omdat het een belangrijk onderwerp is voor heel Europa. We hebben een keer een college gehouden over samenzweringstheorieën rond de Griekse crisis. Dat was een paar jaar geleden. Wat later heeft Eelke de Jong een keer, de econoom, een college gegeven over de Griekse schuldenlast. Februari dit jaar heeft econoom Floris Heukelom gesproken over de financiële crisis rond Griekenland. Die begon toen een beetje acuut te worden. En nu is er genoeg aanleiding om weer over Griekenland te praten. En die aanleiding is natuurlijk de onderhandelingen die de afgelopen weken helemaal mis zijn gelopen. En het Griekse referendum waaruit een heel duidelijk nee is gekomen tegen de hervormings- en bezuinigingsvoorstellen die Europa eigenlijk aan Griekenland zou willen opleggen in ruil voor verdere steun. Maar welke kant zal het uitgaan? Wordt het een Grexit of wordt het toch nog een of ander ingewikkeld compromis? Niemand weet het en gekker nog, de Grieken weten het ook niet. Ik zag gisteren een paar keer interviews met mensen op straat in Griekenland en die vroegen ze dan, doe je ja of nee? En dan zeiden ze, de een zei ja en de ander zei nee. Maar als ze dan vroegen, wat denk je dat het gevolg is? Dat wist niemand. Niemand weet wat het gevolg is van ja of nee. Misschien weten wij het ook niet, maar hopelijk weten we na het college van Floris Heukelom er in ieder geval meer van. Maar voordat ik hem aan het woord laat, eerst een column. En de column wordt gegeven door Peter van der Heijden, politicoloog, parlementair historicus. En hij gaat zijn visie geven op de Grexit. Nou, dat was me het weekje wel, de afgelopen week in Huizen van der Heijden. De spanning liep flink op, niet alleen intern, maar zeker ook in de buitenwereld. Geïnspireerd door onze Griekse vrienden had ik namelijk besloten een referendum te houden over de manier waarop wij intern met onze financiële verplichtingen zouden omgaan. En mijn geldschieters hielden hun hart vast. Zo verschillend is mijn situatie namelijk niet met die van Griekenland. Ook ik heb een trojka achter me aan die maandelijks geld van mij verwacht. Zo is er allereerst de hypotheekverstrekker, die er blijkbaar nog altijd van uitgaat dat ik hem het eenmaal geleende geld ook nog terugbetaal, met rente nota bene, en die met sancties dreigt als die terugbetalingen stokken. Er zijn wat personen uit een vorig leven die iedere maand geld op hun rekening bijgeschreven wensen te zien en die gerechtelijke stappen nemen als dat niet gebeurt. En dan is er nog de verstrekker van het persoonlijk krediet die zich in de zalige wetenschap dat er maandelijks wordt afbetaald enorm gedijst houdt. Maar deze trojka stelt zodanige eisen dat er verder niet zo heel veel overblijft. Ik legde mijn gezinsgenoten daarom de vraag voor of we nog langer aan de leiband wilden lopen van onze crediteuren. Of dat we met opgeheven hoofd een trots nee zouden laten horen. Ik raadde mijn gezinsleden aan om nee te stemmen, waarbij ik liet doorschemeren mijn positie van gezinshoofd wel eens ter discussie te kunnen stellen als er toch een ja uit zou komen. In de eerste peiling, misschien hierom, leek het nee-kamp te gaan winnen. Als de hypotheek, de schuld en de alimentatie niet langer betaald zouden worden, leek er namelijk een mooi bedrag over te blijven voor leuke dingen voor elk der gezinsleden. Een niet per se onaantrekkelijke gedachte. Tot mijn jongste dochter zich hardop afvroeg of die vriendelijke meneer van de bank ons wel in ons leuke huis zou laten wonen als hij zijn geld niet kreeg. Zou dat geen pexit worden, dat papa uit zijn huis gezet werd? En die andere schuldeisers, die hadden toch ook gewoon recht op het geld? Had ik maar beter moeten oppassen, vroeger. Dat laatste sentiment werd weliswaar niet unaniem gedragen, maar de angst voor een pexit deed de stemming geleidelijk omslaan de afgelopen week. Langzaam kwam het in Huizen van der Heijden tot een padstelling. 50% tegen het blijven af- en doorbetalen, 50% voor. Tot het moment van de waarheid er dan eindelijk was. De definitieve stemming. De dubbelgevouwen stembiljetten gingen in de van een reis overgebleven cowboyhoed, want elektronisch stemmen, dat vertrouwde men in gezinsverband net zo min als bij parlementsverkiezingen. Met trillende stem las het hoofd van het stembureau, in het dagelijks leven beter bekend als mijn verloofde, de uitgebrachte stemmen voor. 4x2, 2x ja. Met een simpele stemming waren we onder het juk van de trojka uit en meesters van onze eigen toekomst.
Al is het nog wat onzeker waar die toekomst ligt. Het wachten is op de deurwaarder die de Pexit uitvoert en ons op straat zet. Maar dat maakt niet uit, we zijn vrij. En we houden geld zat over om leuke dingen mee te doen. Verhuizen bijvoorbeeld. Ik heb al een mooi huisje op het oog. Pal aan het strand op Rodos. Hoeft niet veel te kosten. Nu alleen nog aan drachmen zien te kopen om het te kunnen betalen. Met een Grieks kredietje misschien. Dank u wel. Dankjewel Peter voor meteen de kortste samenvatting van het probleem waarvoor we staan. Ik had het niet beter uit kunnen leggen, want volgens mij is het wel de essentie. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar om te beginnen denk ik dat we met z'n allen moeten vaststellen dat elke commentator op televisie of in de krant die beweert de snelle en simpele en duidelijke oplossing voor de situatie rondom Griekenland nu te hebben, wat overmoedig is of het gewoon niet zo goed begrepen heeft. Want het is inderdaad een erg ingewikkelde situatie en die in essentie inderdaad neerkomt op die situatie in Huizen van de Heide. Toch nog maar even heel kort, wat gebeurt er nou precies nu met Griekenland de afgelopen jaren? Dat is inderdaad in essentie wat er ook thuis kan gebeuren. Hè. Je neemt een hypotheek, je neemt stiekem nog een tweede hypotheek, wat andere constructieve kredieten. Op een gegeven moment kun je dat niet meer terugbetalen, bijvoorbeeld omdat je je baan kwijtraakt. Dan komen die schuldeisers naar je toe. Die zien ook wel dat je niet meer kunt afbetalen, dat er aan inkomen binnenkomt. En dan ga je afspraken maken, al dan niet samen met een bewindvoerder. Hè. Die wordt dan aangesteld door de gemeente. En dan zeg je aan de ene kant, nou, ik kan nog wel een bedrag per maand aflossen. En aan de andere kant beloof ik niet meer op vakantie te gaan, geen dure spullen te kopen, de twee auto's weg te doen, enzovoort. Het is een kwestie van geven en nemen. Bij bedrijven doen we precies hetzelfde. Als een bedrijf failliet gaat, dan wordt er een curator aangesteld. Die gaat kijken wat er nog wel terugbetaald kan worden. En welke geldgevers hoeveel van het verlies moeten dragen. En daarna kan, soms in een paar dagen tijd, zo'n bedrijf een doorstart maken. In gemeentes doen we hetzelfde. Als een gemeente in Nederland in serieuze financiële problemen komt, doet de centrale overheid precies hetzelfde. Die komt bij de gemeente op bezoek. Die zegt, nou, schuldeisers, u kunt niet alles terug verwachten. U moet een deel van de verliezen accepteren. Maar, probleemgemeente, u moet al wel hele sterke, dramatische, soms zelfs maatregelen nemen om die schuldenlast terug te brengen. En de essentie daarvan is dat die maatregelen ervoor moeten zorgen dat de probleemgemeente er nooit beter uitschiet dan de overige gemeenten die de schuld moeten dragen. Want dat is wat er gebeurt in Nederland en de meeste Europese landen. De overige gemeenten die moeten de probleemgemeente uit de brand helpen. Maar die overige gemeenten zeggen daarbij, ja, maar dan wil ik niet dat die probleemgemeente meer bruggen over de rivier heeft dan wij. Of dat het wegdek er beter bij ligt dan dat wij. Of dat ze meer leuke dingen voor de minima doen dan wij. Dan moet dat op zijn minst hetzelfde niveau hebben als het van ons. Of misschien zelfs van, moet het op hetzelfde niveau zijn als de minst welvarende van de gemeenten die dat moeten financieren. In Europa zou je iets vergelijkbaars verwachten. Maar dat is niet gebeurd. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat die hele Europese Unie nog volop in ontwikkeling is en een aantal van die stappen te ver gaan. Om politieke redenen. Hè? Omdat men bang is dat dat niet aan de burgers verkocht kan worden. Dus wat gebeurde er als eerst in 2010... In 2010 zeiden de overige gemeenten, de overige Europese landen, zeiden, nou, we willen het niet zelf doen, we willen graag het IMF erbij. Dat zeiden met name Nederland en Duitsland, want die waren bang dat anders Frankrijk en Spanje wat te soft zouden zijn. Dus die wilden graag het IMF erbij. IMF had daar helemaal niet zo zin in. Want IMF die zei, ja, maar dit is een relatief rijk land, dat moeten jullie toch zelf op kunnen lossen, daar hebben jullie ook het geld voor, waarom moeten wij er nou weer bij betrokken zijn? Maar ze lieten zich overhalen. Ook omdat het pas 2 jaar na Lehman Brothers was, 2010. En wat het IMF vanaf het begin zei, was precies hetzelfde wat de bewindvoerder die aangesteld zou worden voor familie van de Heide zou doen. Die zei, nou prima,
We gaan hele stevige eisen stellen. Verhogen van de pensioenleeftijd, afbouw van andere sociale voorzieningen, maar ook meer belasting heffen op vermogende Grieken. Al dat soort maatregelen. Maar in ruil daarvoor boeken we wel een groot deel van die schuld af. Want ja, degenen die geld hebben geleend aan Griekenland, die hebben daarmee een risico gelopen. En dit is wat er kan gebeuren, hè. Het land kan failliet gaan. Maar de Europese landen die waren tegen. He, die zeiden, we gaan geen schuld afboeken. En dan wordt er vaak gezegd, ja, dat wilden die Europese landen niet. Omdat daarmee hun eigen banken om zouden vallen. Nou, dat is gedeeltelijk waar. Heel veel Noord-Europese banken hadden heel veel Grieks schuldpapier. En men was bang dat zo via een omweg die Griekse schuld alsnog weer tot problemen in eigen land, in Nederland, Duitsland, Finland en Frankrijk zou leiden. Maar een groot deel van die schuld was ook in handen van Griekse banken. Daarmee zouden ook die Griekse banken ondersteboven gaan. En dan zou het probleem bij de Europese Centrale Bank terechtkomen. En de Europese Centrale Bank die zei, ja maar luister nou eens even, beste Europese landen. Wij roepen al jaren om een Europese bankenunie, waarbij we op Europees niveau kunnen doen wat elk land nu afzonderlijk doet. Namelijk ingrijpen bij banken waar het misgaat. Maar ook zorgen dat het betalingsverkeer gewoon doorloopt. Maar dat heeft u nog steeds niet ingericht. Dus op dit moment, 2010, als u nu die Griekse banken in de problemen laat komen, alle Griekse banken, dan kan die Griekse centrale bank dat niet oplossen. Komt het bij ons terecht, maar wij hebben nog helemaal niet de mogelijkheid om dat op te lossen. Dus er zit niks anders op dan al dat verlies door die Europese landen te laten betalen en dan zo'n min of meer IMF-achtig programma op te zetten. En dat is wat er gebeurde en dat is wat er al zich 5 jaar voortsleept. Waarbij, om te beginnen, denk ik, niemand daar echt ongeschonden uit naar voren komt. Het IMF, als je ze diep in de ogen kijkt, eigenlijk als ze er nu op terugkijken, zeggen ze, we hadden onze rug recht moeten houden en ons er gewoon niet mee moeten bemoeien. Laat die Europese landen dat zelf oplossen. Veel Europese landen, politici, die weten echt heel erg goed dat ze veel sneller een deel van die schuld af hadden moeten boeken. Maar dat is politiek onverkoopbaar. Of men is bang dat dat onverkoopbaar is. En de Grieken zelf natuurlijk hebben jarenlang verkeerde statistieken aangeleverd. Op de grote voet geleefd en ja, plukken daar nu de zure vruchten van in zekere zin. Dus wat dat betreft komt niemand er ongeschonden uit en is er, en dat werd zo net heel erg mooi gezegd, ook geen enkele oplossing mogelijk die niemand pijn doet. Er is geen enkele gouden oplossing die de Grieken in één keer weer op het oude welvaartsniveau terugbrengt. Want dat oude welvaartsniveau dat was een illusie, gebaseerd op deels verzonnen en opgeblazen statistieken. En ook voor die Europese landen, het is niet mogelijk, zoals Schäuble nu roept, we gaan die schuld niet kwijtschelden. De schuld groeit nu harder dan het inkomen. En dan kun je nog 10 jaar wachten en dan is die schuld nog een stuk hoger. Maar op een gegeven moment zul je het kwijt moeten schelden. Dus er is geen enkele oplossing die niemand pijn doet. Dat was allemaal duidelijk. Daarom waren ze zo dicht druk met elkaar aan het onderhandelen. Ze kwamen ook steeds dichter bij elkaar. En toen gebeurden de afgelopen 2 weken allemaal hele rare dingen. Die niemand echt voorzag en waar ook niemand nu echt precies weet wat hij ermee moet. En dat is natuurlijk dat referendum dat Tsipras uitriep. Waarbij de formele voorstellen van 25 juni van de Trojka, de IMF, ECB en Europese Unie, gevraagd werd om daar een mening over te geven. En dat is een hele rare situatie natuurlijk. Want op het moment dat nu er nee wordt gezegd en Tsipras heel toch licht juichend roept dat democratie heeft gezegevierd, kom je in een hele rare situatie. Want wat er maar weinig aandacht heeft gekregen, vreemd genoeg, vind ik, is dat een van de eerste dingen die Wilders riep, hier in Nederland, zij een referendum, dan wij ook een referendum. En dat is natuurlijk een hele logische reactie. En ook een reactie die je nog vrij weinig hoort. Maar als nu de Duitsers zeggen, prima, zij een referendum, gaan wij ook stemmen of we überhaupt nog wel leningen willen verstrekken aan de Grieken.
durf ik te voorspellen dat ook de Duitsers met 60% meerderheid zullen zeggen, nee, doen we niet meer. Hè, en dan is het meteen einde oefening. Dus het was een bijzonder riskante en ook nieuwe stap die Tsipras heeft gezegd. En ook een stap waar mensen nu, politici, de bestuurlijke elite, ook gewoon ja, niet weet wat ze ermee moeten. En terecht, denk ik. Hè, want je kunt zeggen, hiermee heeft democratie gezegevierd. Maar als je het doortrekt, dan stopt democratie hier ook de hele onderhandelingen. Hè, en dan stort het de boel zich echt in een hele grote crisis. Dus om maar eens even de tussentijdse conclusie aan te halen. De enige oplossing, denk ik, die mogelijk is hier, is dat iedereen even diep ademhaalt. En dan gewoon weer met elkaar gaat praten en daar toch op de een of andere manier op een oplossing uitkomt, die er ook al bijna was, die iedereen wat pijn doet, maar wel Griekenland in de euro houdt en vooruitbrengt. En ik ben daarin op zich wel optimistisch, want volgens mij die Tsipras, je kunt zeggen wat je van hem wil. Je kunt zeggen van hem wat je vindt, wat je wil. Maar inmiddels is het ook wel een handige onderhandelaar geworden. Hè? Want met het opofferen van die Varoufakis heeft hij natuurlijk wel meteen een soort opening gecreëerd om op een geloofwaardige manier nieuwe onderhandelingen te kunnen voeren. Hè? Want nu kunnen ook de Europese landen hebben nu een argument om te zeggen, nou, het grootste struikelblok is tenminste weg, die Varoufakis. Daarom riepen we heel hard, nee, we kunnen niet meer onderhandelen, want dat hebben ze allemaal hard geroepen de afgelopen week. Maar nu die Varoufakis weg is en Tsipras zich bereid toont om te onderhandelen, kunnen we dat misschien toch weer proberen. Hè? Dus er worden al wel wat mogelijkheden gecreëerd. Het kan natuurlijk toch nog misgaan. Hè? Met alle vreemde dingen die er zijn gebeurd de afgelopen weken, weet je niet wat er morgen nou weer staat te gebeuren. En kan het dus inderdaad gebeuren dat Griekenland de euro uitgaat. Hoe zou dat dan gaan? He, wat zou er dan concreet gebeuren? Het allereerste dat er zou gebeuren, stel dat ze vanmiddag bij elkaar gaan zitten en Tsipras daar eisen op tafel legt die niemand wil accepteren, of, wat ook een reële optie is, dat Duitsland simpelweg zegt, nee, dit was de afspraken, jullie zijn in gebreken gebleven bij betalen, klaar. Over en uit, we doen niet meer mee. En daarmee geven we ook indirect de opdracht aan de ECB, die natuurlijk formeel onafhankelijk is, om geen krediet meer te verstrekken aan de Griekse centrale bank en daarmee aan de Griekse banken. Wat gebeurt er dan? Dan gaan als eerste die banken failliet. Een bank kan heel makkelijk failliet gaan, ook in Nederland. En dat komt simpelweg door de manier waarop banken gefinancierd zijn. Banken die krijgen 100.000 euro en lenen dat dan drie keer uit. Op het moment dat iemand al zijn 100.000 euro terughaalt, dan heeft zo'n bank alleen nog maar schulden en geen bezittingen. Meer is een bank in essentie niet. Dus op het moment wat nu al bezig is, te veel mensen die dat geld weghalen van die Griekse banken, dan gaan die banken failliet. En dan heb je geen medium meer om te kunnen betalen. He, dan heeft een Griekse ondernemer geen mogelijkheden meer om geld over te maken aan zijn buitenlandse partner waar die grondstoffen nodig heeft of waar die materiaal haalt. Dan heeft een werkgever ook letterlijk geen medium meer, geen mogelijkheid meer om de werknemers te betalen. Behalve dan misschien met contant geld het uitdelen aan het eind van de week. Maar ja, dat contante geld moet ook ergens vandaan komen en je kunt niet meer pinnen of het ophalen bij de bank. Nee, dus dan stort meteen de centrale rol die banken spelen in de economie stort in elkaar. En moet je dat weer opnieuw gaan opbouwen. Dat kan. He, dat is vaker gebeurd. He, Argentinië, een jaar of 15 geleden, met name in de jaren 80 waren er een aantal voorbeelden van. Dat kan, dat leidt tot enorme chaos. Maar als je dat goed regelt en snel weer opbouwt, en je hebt dan mensen die in principe een bank kunnen leiden, dan zou je dat weer op kunnen bouwen. Dan voer je een eigen nieuwe munt in, de drachme, die heel sterk in waarde gedaald is ten opzichte van de euro met name. En dan ga je door met wat je altijd al deed, goederen produceren, vakanties aanbieden, die dan ineens een stuk goedkoper zijn dan ze waren, waardoor je er dan toch langzaam weer uitgroeit.
Maar in die hele periode, en dat kan zo 20, 30 jaar duren, zullen buitenlandse investeerders wel uitkijken om je als land nog geld te lenen. He, dus dat betekent dat de komende 20 jaar je altijd een overschot op de begroting moet hebben als land. Want je kunt letterlijk nergens lenen. In het verlengde daarvan betekent het ook dat de bedrijven in dat land, hoe volstrekt oneerlijk ook, heel erg moeilijk aan krediet kunnen komen. En want ook heel veel buitenlandse banken, buitenlandse kredietverstrekkers, die zullen zeggen, nou, het is op zich een goed Grieks bedrijf, een goede producent van olijfolie, kunnen we goed verkopen, maar ja, het staat wel in Griekenland. En met Griekenland, ja, je weet het nooit, want weet je nog wat er in 2015 is gebeurd. Dus je kunt wel geld lenen van ons, maar alleen tegen 12%. En de concurrentie in Italië en in Bulgarije, die kan het tegen 4% lenen. Wat natuurlijk ook meteen een hele sterke rem zet op je economische ontwikkeling. He, dus maar als je dat allemaal wil en kan, en als dat de keuze is, dan is dat dus het alternatief voor zo'n onderhandelingsresultaat. He, een Grexit, waarbij je eenzijdig de schuld van je afschuift, dus zegt we kunnen niet meer betalen, of we kunnen niet meer 100% betalen, maar alleen nog maar 20%. Weg met de euro, we richten ons eigen banksysteem op, we voeren de drachma opnieuw in. We gokken erop dat na een eerste paar jaren van nog veel grotere economische problemen dan er nu al zijn, tot een iets betere economie leidt en tot een competitievere economie. Mijn inschatting is dat ook Tsipras uiteindelijk van mening is dat toch alles overwegende die huidige situatie te prefereren is boven zo'n Grexit. Al was het maar omdat je daar toch ook wel echt bijzonder capabele ambtenaren voor nodig hebt die dat allemaal in goede banen moeten kunnen leiden. Het is niet alleen een advies om diep adem te halen en dan gewoon weer met elkaar te praten en dan uit te komen op dat compromis dat er al bijna was, anderhalve week geleden. Maar het is ook mijn voorzichtig optimistische voorspelling dat het toch die kant op zal gaan. Met de slag om de arm dat het inderdaad gewoon een unieke situatie is. Dus dat maakt het ook wel weer erg leuk om te volgen. En interessant. Dank u wel. Dank u wel, Floris. Dat was een mooi helder en verhelderend verhaal. Ik wilde even teruggaan naar het referendum. We hebben allemaal dat plaatje gezien. Daar stond zo'n tekstje en dan stond er nee en ja. Ja. En dat tekstje, daar werd over geklaagd dat het ingewikkeld was. Maar eigenlijk verwijst dat tekstje naar de voorstellen van de eurolanden. Ja. En ik neem aan dat niet één klein tekstje is, maar een dik boekwerk. Dus, nou, het zijn een aantal A4'tjes. Maar is dat, ja, wat daarin staat, zijn dat niet eigenlijk voorstellen of hervormingen die Griekenland sowieso zou moeten doen? Ongeacht wat er verder met hun schuld of zo gebeurt? Dat vinden de schuldeisers natuurlijk wel. Als iedereen het zou vinden, dan zou het geen onderhandeling zijn. Hè, en waar het, er staan bijvoorbeeld dingen in als het afschaffen van vervroegd pensioen, de FUT, die we hier tot een jaar of 10, 15 geleden ook hadden. Het verhogen van die pensioenleeftijd in stapjes naar 67. Een wat beter systeem inrichten dat ambtenaren worden ingeschaald en promotie kunnen maken op basis van kunnen in plaats van op basis van anciëniteit en connecties. Ja en nee. Hè? Ik bedoel, als iedereen het erover eens was geweest, dan was het natuurlijk al lang. Maar zijn niet veel van die dingen die nu door de eurolanden worden voorgesteld, zijn die ook de oorzaak van de financiële problemen die ze nu hebben? Ik bedoel, die hoge pensioenen en dat rare politieke systeem en de ambtenarenapparaat wat niet goed deugt. Ja. Nou, daar zijn op die manier bedoel je. Ja, daar zijn denk ik twee dingen die je uit elkaar moet trekken. Allereerst is er het macro-economische vraag of puur het inzetten van een bezuiniging niet leidt tot een nog grotere crisis. He, want doordat de overheid veel minder geld gaat uitgeven, kunnen die bedrijven nog minder produceren. Dus er is nog minder vraag, waardoor die economische crisis alleen maar groter wordt. He, dus daarom zeggen heel veel
met name Keynesiaanse economen, dat is de meerderheid, die zeggen, ja, juist in de tijd van de crisis moet je niet bezuinigen, moet je gaan investeren als overheid. Maar dat is natuurlijk lastig als je al diep in de schulden zit. Dat is de ene kant. En de tweede kant is inderdaad de bestuurlijke kant. Kun je als land goed een economie besturen? Heb je een systeem, in Nederland het kadaster, dat alle grond goed tot op de decimeter nauwkeurig inmeet en waarde kan bepalen van het vastgoed dat erop staat, om op basis daarvan de belasting te heffen? Nou, dat is maar zeer ten dele het geval in Griekenland. En dat is het tweede deel wat Europa, maar ook het IMF proberen te bereiken met die onderhandelingen. Die proberen ervoor te zorgen dat wat zij een goed bestuurlijke inrichting van een land vinden, hè, zoals de voorbeeld die ik net gaf, dat ze de onderhandelingen gebruiken om ook dat voor elkaar te krijgen. Hè, of een onafhankelijk statistisch bureau dat statistieken aanlevert op basis van de standaarden die door Eurostat worden bepaald. Ja. He, dus dat proberen ze ook via die onderhandelingen voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het is natuurlijk ook, ik denk dat je best wel kritisch mag zijn op wat Tsipras nu gedaan heeft. Ik bedoel, ze hebben de referendum gedaan en hebben eigenlijk tegen iedereen gezegd van, bent u er voor of tegen dat er nog flink bezuinigd wordt op uw inkomen? En dan is het toch niet zo raar dat mensen zeggen nee. Ja, maar dat op zich, kreeg was wat korter de bocht en het kwam uit de lucht vallen. Maar op zich dat er rare vragen worden gesteld in referenda, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Wij moesten ook een paar jaar geleden voor de Europese grondwet stemmen. Nou, ik heb nog een poging gedaan om hem te lezen. Maar daar kwam ik ook niet helemaal uit of ik nou voor of tegen moest zijn. Nou, dat werd ook gewoon een referendum voor of tegen Europa. Ja. Hè, dus dat er rare vragen in referenda worden gesteld, dat is volgens mij nog niet het meest opvallende aan deze situatie. Okay. Maar het blijft natuurlijk wat vreemd, want het voorstel was formeel ook alweer verlopen. Er waren daarna ook alweer gesprekken geweest die wat verder gingen dan dat voorstel. En nou kan een econoom hier aan de universiteit die de tijd neemt, en daar moet je echt even voor gaan zitten, om dat A4'tje door te nemen, die kan daar echt wel, die begrijpt wel wat daar bedoeld wordt. Maar het is vrij technisch jargon. Daarvoor moet je ook al wat van die voorgeschiedenis kennen, van die onderhandelingen. Ja, dat is gewoon niet. Het veronderstelt wel heel veel kennis en kunde bij de Griekse kiezer om dat zomaar als vraag voor te leggen. Ja. Ja. Je had het over de mogelijkheid van een Grexit. Mm-hmm. Dat zou betekenen dat men inderdaad weer in Griekenland heel veel dingen van de bodem op moet gaan opbouwen. Ja. Ik las, maar ik weet niet of je dat beaamt. Een van de redenen waarom de Grieken daarvoor zullen terugdeinzen is omdat ze niet, zoals nu ook blijkt, niet het apparaat hebben om dat soort dingen goed georganiseerd te krijgen. Is dat zo? Dat denk ik wel. Dat is een inschatting van veel mensen ook. Hm. Het is ook gewoon heel moeilijk om een land te besturen. Het is een beetje een dooddoener, maar daarom niet minder waar. Want op het moment dat je uit zo'n Grexit uit zo'n eurozone stapt, zo'n Grexit, krijgen op te beginnen heel veel mensen met serieus veel geld. Hè, de reders daar in Griekenland. En die zullen natuurlijk heel makkelijk simpelweg hun BV naar Londen of Parijs of Antwerpen of Rotterdam verplaatsen. En ook de beter geschoolde mensen, die zullen heel snel verdwijnen. En daar zie je nu ook al verhalen over in de krant. Wiskundigen uit Griekenland, die vinden echt wel een baan elders. Dus die mensen die zullen verdwijnen. En die wil je natuurlijk juist in het land houden. Ja. Dus op het moment dat je dat echt gaat doen, moet je van goede huizen komen. Moet je het snel en moet je het duidelijk doen. Moet je er een goed plan voor hebben. Moet je ook weten waar je heen wil. En moet je een bestuur van het land hebben dat goed kan uitvoeren. We hebben nu in Europa iets van 15 jaar de euro. Mm-hmm. En toen die ingevoerd werd, was dat een beetje het vlaggenschip van de eenwording. Hè? We hadden allemaal dezelfde munt en dezelfde betalen overal. Ja. Denk je dat het image van de euro en ook als boegbeeld van de eenwording, dat deze Griekse crisis gaat overleven? Ik weet niet of het nog zo'n enorm internationaal boegbeeld was. Maar wat Wat je ook in deze crisis heel erg duidelijk ziet, denk ik, is twee verschillende opvattingen over hoe je zo'n
nieuw politiek instituut, hè, want dat blijft de Europese Unie, hoe je dat optuigt. En dan hebben de Fransen, die hebben zo'n heel mooi spreekwoord, le chemin se fait en marchant. He, dus de weg die ontvouwt zich terwijl je loopt. En dat is ook precies hoe ze tegen de Europese Unie aankijken. Dus je begint gewoon ergens en dan af en toe dan ontstaat er een probleem. He, zoals bijvoorbeeld in 2008 met die bankencrisis, met Lehman Brothers. En in reactie daarop ontwikkel je een Europese bankenoverzicht en toezicht bij de ECB. Die is er nu bijna. Blijkt ook dat je eigenlijk een mechanisme moet hebben om systeemrisico's, systeemproblemen op landenniveau op te vallen. Nou, dat is er nu. En het Noord-Europese benadering is veel meer om te zeggen, nou, moeten we het instituut helemaal duidelijk hebben. Tot drie cijfers achter de komma. Dus monetaire unie, economische unie, politieke unie, duidelijke checks en balances, duidelijk democratische legitimiteit. En dan beginnen we ermee. En dat botst hier heel erg. Hè? Want dit is ook typisch een voorbeeld van een Europa dat zich verder ontwikkelt en ontstaat tijdens periodes van crisis. Hè? Of in reactie op crisis. Ja. Ik wil even naar de toehoorders. Vragen aan de spreker. Ik zie hier op de eerste rij. Als je heel even wacht, dan krijg je een microfoon. U had het heel even kort over Argentinië, wat zo'n 15 jaar geleden ook failliet eigenlijk was. Mm-hmm. Ziet u eigenlijk verschillen of gelijkenissen tussen de economische crisis toen en ook het faillissement van Argentinië en het mogelijke eigenlijk failliet van Griekenland? Dat is de. Het is alle in de eerste plaats is het redelijk overeenkomstig in de zin dat Argentinië wat boven zijn stand had geleefd. En dat hadden ze gedaan omdat ze de peso, de munt van Grieken, van Argentinië, die hadden ze gekoppeld aan de dollar. He, dus hadden gezegd, $1 is altijd, ik weet niet in mijn hoofd, maar zeg 3 pesos. Dat garanderen we. Maar doordat de inflatie van Argentinië hoger was gemiddeld dan die in de Verenigde Staten, liep dat steeds meer uit de hand. En daardoor werden die Argentijnse producten steeds duurder voor buitenlanders, maar konden Argentijnen zelf wel steeds goedkoper buitenlandse producten kopen. En dat ging op een gegeven moment ging dat mis. Een beetje vergelijkbaar met nu in Griekenland. En leidde tot een grote crisis en grote schulden en dus schuldeisers die dat terug wilden betalen. En toen heeft Argentinië inderdaad gezegd, nee, we doen het niet via het IMF. Hè, want dat wordt ook vaak heel erg oneervol gezien, want dan moet je ineens voegen naar allerlei eisen van een buitenlandse instantie. We doen het niet, we gaan het zelf doen. Maar dat konden ze makkelijker, of relatief makkelijk doen ten opzichte van Griekenland nu, omdat ze wel gewoon nog die peso hadden. He, dus dat betaalden ze, he, gewoon de briefjes, dat waren gewoon die pesos. Dat stond ook in pesos op de banken. Het enige dat ze hoefden door te knippen was die vaste wisselkoers met de dollar. En ze hadden natuurlijk meteen het probleem dat ze dan niet meer konden lenen op de internationale kapitaalmarkt. Omdat iedereen zei, wacht eens even, dat doen we niet. Maar het voordeel dat het had bij Argentinië was dat ze wel meteen een deel van die schuld kwijt waren. En het weer op konden gaan bouwen. En al die bedrijven die bleven gewoon bestaan. Dus dat leidde tot echt een hele diepe economische dip. Maar ook relatief snel weer tot een opgang. Maar bij Griekenland nu wordt dat een stuk moeilijker, want dan moet je ter plekke moet je meteen drachmes gaan drukken en op een bank zetten. Je moet ook al die banken zelf redden. Hè, want wat er in Argentinië niet gebeurde was dat mensen massaal het geld weghaalden. Dus het lijkt er een beetje op, maar Griekenland is echt ingewikkelder. Andere vraag. Halverwege. Ja, u had het op een gegeven moment over Keynesiaanse economen. Is het nog mogelijk om bij Griekenland tijdelijk de schulden te bevriezen en een vergelijkbaar plan zoals het Marshallplan uit te voeren wat Duitsland heeft gehad? Ja, absoluut. En ik denk dat dat deel van de oplossing is. En dat is ook deel van de terechte kritiek die Tsipras en Varoufakis steeds hadden. Want wat er gedaan werd, is enerzijds werd er gezegd van nou ja, en dat is een politiek handige oplossing. We gaan weliswaar die schulden niet afschrijven. Maar in plaats van in 10 jaar mag je ze in 30 jaar terugbetalen. En in plaats van 7% hoef je maar 1,5% te betalen.
He, dus dat is formeel geen afschrijving, maar het reduceert de schuldenlast natuurlijk wel heel sterk. En daarnaast, wat we gaan doen, is dat we willen dat Griekenland, even als je de rente terugbetaling en aflossingen buiten beschouwing laat, he, dus alleen kijkt naar inkomsten uit belastingen versus uitgaven aan pensioenen, defensie, wegen, dat soort dingen, dat ze dan een overschot hebben. He, dus dat er elk jaar wel iets overblijft om die schulden af te lossen. Het kan alleen 40 jaar duren. En de grote vraag bij die laatste onderhandelingenronde was, ja, hoe groot moet dan dat zogenaamde primaire overschot zijn? He, moet dat dan 1% zijn of 3,5%? En die eurolanden, ook Dijsselbloem als, in zijn functie als minister van Financiën van Nederland, waren daar denk ik toch wel erg hard in. He. Die zeiden, we moeten echt naar 3,5% van het BBP in 2018. En daar heb je natuurlijk ruimte om dat gewoon wat minder te maken. Om op die manier ervoor te zorgen dat er wat meer geld overblijft voor die economie. Waardoor die economie ook weer wat meer kan gaan groeien. Op die manier wat uit het moeras kan komen. En je kunt het ook inderdaad gewoon doen via een Marshall-hulpplan. Zoals dat na de oorlog in West-Europa werd geïmplementeerd. Maar dus daar zijn zonder enige twijfel zijn mogelijkheden voor. Ja. Zou een goed idee zijn om dat te doen. Absoluut. Ja. Zag daar een vinger? De vorige keer had je het over desinformatie en stemmingmakerij. Bijvoorbeeld bij de Frankfurt Allgemeine. Mm-hmm. De Duitse politici die kunnen er ook nog wat van. Ik heb onlangs Radar Extra bekeken. En dan krijg je een heel ander beeld. Staat dat dichter bij de waarheid, naar jouw idee? Ja, ik denk dat er gewoon heel duidelijk twee kanten aan het verhaal zitten. Aan de ene kant is het, wat mij betreft, gewoon waar dat, hè, als je een land met 25% werkloosheid dwingt om dan ook nog eens een keer zo'n primair overschot van 3% op de begroting te halen, dat is wel echt heel erg veel. Hè, dan is het echt wel verstandiger om dat aan salarissen van leraren te besteden, om maar eens wat te noemen. De andere kant is natuurlijk wel dat als dat vervolgens wordt uitgegeven aan ambtenaren die daardoor op hun 50ste met pensioen kunnen, hè, om het populaire voorbeeld te noemen, ja, dat misschien ook weer niet helemaal de bedoeling is en niet te verkopen is in Noord-Europa. Hè, dus er zitten die andere kant dat er nog steeds ook bijvoorbeeld niet een goede manier is om al dat land en dat onroerend goed in kaart te brengen en daar belasting op te heffen. Of de onwil om btw op luxe producten te verhogen. En dat is denk ik ook wel terecht. En daarom moet het ook echt van beide kanten komen. En daarom moet je ook echt zeggen van, nou oké, we moeten ze wel wat ruimte geven om die economie op te bouwen. Maar ja, het is ook redelijk om te zeggen, net als we bij die Nederlandse gemeenten doen, dat dan die pensioenleeftijd wel net zo hoog moet zijn als in de rest van Europa. En dat die btw ook ongeveer net zo hoog moet zijn als in de rest van Europa. En dat is inderdaad, Financieel Dagblad in Nederland is daar ook altijd vrij helder in het standpunt. Dat is denk ik heel duidelijk de andere kant van het verhaal. Maar daar is duidelijk een compromis mogelijk. Ja. Nog één vraag hiervoor. Als het echt tot een Grexit zou komen, wat betekent dat voor de primaire levensbehoeften van de Grieken? Zoals bijvoorbeeld graan en benzine en dat soort zaken. Zijn die dan niet meer te betalen voor de Grieken? Of hoe moet je dat zien? Wat gebeurt er dan? In eerste instantie leidt dat echt tot chaos. En dat zag je afgelopen week al een beetje gebeuren. He, omdat iets simpels, mooi voorbeeld vond ik, waar je normaal niet bij stilstaat, de plastic handschoenen die chirurgen nodig hebben in het ziekenhuis, worden in pakweg Polen geproduceerd en ga dan naar Griekenland toe. Op het moment dat je geen bank meer hebt, ja, dan kun je niet betalen. Dus dan heb je ineens geen latex handschoenen in het ziekenhuis. Tot dat soort hele concrete problemen leidt het op de hele korte termijn. Maar als je dat goed managed, goed bestuurt, hoeft zo'n chaotische periode ook weer niet heel erg lang te duren. Hè? Als je gewoon snel weer met dezelfde mensen die eerst in de nu failliete
bank zaten, een nieuwe bank opricht. En het weer en gewoon de computers overneemt en het en de software. En 3 weken later weer een nieuwe bank hebt. Hè, dan kun je dat soort problemen oplossen. Dus hè, dat soort absolute tekorten aan graan en handschoenen voor chirurgen. Dat krijg je inderdaad op de hele korte termijn, maar dat is wel iets dat oplosbaar is. Het langere termijn gevolg is natuurlijk dat al die goederen uit het buitenland een stuk duurder worden. Hè, dat is het. En dat duurt dan jaren. Hè, dat duurt net zo lang totdat die Griekse economie vanzelf weer wat gaat groeien. En qua welvaart toegroeit naar het Europese gemiddelde. Hè, maar heel de iPhones en ook die handschoenen, die worden ineens 3 keer zo duur. Dus ze zijn wel beschikbaar, maar het wordt gewoon 3 keer zo duur. Ja. Nog 1 vraag. Meneer aan het middenpad. U hebt in een helder betoog aangegeven waar het op uit moet draaien. Dat is dus overleg, onderhandelingen. Wat ik mis in het betoog is, waaraan ontlenen wij het vertrouwen dat al die instituties die nu niet werken en ook al niet werken sinds dat Kok toestond dat Griekenland bij de EU kwam, dat die nu wel gaan werken. Want daar zal het toch duidelijk om draaien. Het kadaster, een functionerende belastingdienst, ja. En noem maar op. Als dat vertrouwen er niet is, verwacht ik niks van de toekomst, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, de vraag die we ons moeten stellen is nog subtieler. De vraag is namelijk, aan de ene kant hebben we misschien een... Of aan de ene kant wat er gebeurt, hè, Griekenland die gaat uit de euro, die hele bevolking die verarmt heel sterk, chaos op de korte termijn, maar ook sterke verarming op de middellange termijn. De NAVO-basis raken in de problemen, we krijgen een marxistisch hoekje in Europa, Rusland komt misschien ineens gaat daar nucleaire raketten neerzetten, ik noem maar wat dingen. Dat is de ene kant, en aan de andere kant... ga je er toch mee in zee en kom je op een compromis uit dat dan gedeeltelijk gebaseerd is op ja, vertrouwen. Dat de afspraken die je nu maakt, dat dan wel inderdaad wordt nageleefd. Waarbij je dan natuurlijk wat soort controlemechanismen inbouwt. Waarbij je zegt van nou, je krijgt 1 miljard als je een kadaster hebt ingericht dat aan onze voorwaarden voldoet. Je krijgt nog 1 miljard als je eindelijk eens een keer die redersbelasting laat betalen. He, dus op allerlei manieren kun je daar nog... Een soort verzekering inbouwen. Maar uiteindelijk is dat simpelweg de keuze die je moet maken. Ja. 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 Nou, men kon ook niet ingrijpen, hè, tot nu. Men kon ook niet ingrijpen. Dus een van de redenen dat Nederland en Duitsland nu zo ongelooflijk streng zijn en daar aan vast blijven houden, ook die Schäuble, is dat ze 15 jaar lang, 20 jaar lang tandenknarsend hebben toegezien dat daar waarschijnlijk op allerlei mogelijke manieren gesjoemeld werd, zonder dat ze er wat aan konden doen. En dus in die zin komt die reactie van met name Nederland en Duitsland, denk ik, ook daar vandaan. Maar ik bedoel, dat is de vraag, hè? Kun je het vertrouwen of niet? En als men uiteindelijk zegt van nee, ik heb er te weinig vertrouwen in, dan maar het risico op die nucleaire wapens in Thessaloniki. Ja, dan wordt het dat. Maar ik bedoel, moeilijker is het niet. Ja, ik bedoel, dus die schuldeisers die komen naar familie van de Heide toe. En dan zegt familie van de Heide, nee, we beloven echt om nu niet dat huisje op Rodos te kopen stiekem met onze Zwitserse bankrekening. We beloven echt om nu de tering naar de nering te zetten als u nu deze schuldverlichting ons toestaat. En dan moeten ook die schuldeisers zeggen, ja, dat we geloven hem wel of niet. Anders gaat hij naar Poetin. Ja, en dan kijk. Nee, maar ik bedoel, als zo'n schuldeiser zegt, nee, dat vertrouw ik niet. Dan is er geen deal. En dan worden zijn bankpassen afgenomen, zijn paspoort. Wordt hij het huis uitgegooid. Ja. Het ziet er zwart voor jou uit, Peter. Dames en heren, we zijn aan het einde van de tijd. Ik wil Floris Heukelom hartstikke bedanken voor zijn uitstekende verhaal. Dank je wel.
En Peter van der Heijden voor zijn ook zeer verhelderende persoon.